Yo, we zijn hier nog een keer weer. Vandaag heb ik hier aan Clubman Cooper S gewerkt. 2 liter turbo naft. Wat hebben we gedaan met die mutluid aangepast? Kijk, dat is hier de middenpot. Ik heb die afneembaar gemaakt, ik heb nog bremsen opgezet. En je kunt altijd gemakkelijk gaan uithalen. En weer insteek. Wat hebben we in de plaatsen nu gedaan? De plaatsen van de rechte buis in te steken, hebben we door een klepsysteem meestal. Dus dat klepsysteem kan ook gewisseld worden met die buizen. Dat klepsysteem dat we hier gestoken hebben is een elektrisch klepsysteem. Dus dat wil zeggen dat die klep elektrisch open en dicht gaat. Die een Porsche dat gedaan heeft, is een pneumatisch klepsysteem. Pneumatisch klepsysteem is het beste. Daar heb je nooit geen probleem mee in. Elektrisch, normaal gezien ook niet, maar is wat minder kwaliteitsvol. Maar het is zeker niet slecht. Dat is vooral de gedachte heen, kan ik aan ze geven. Voilà, dat is met de kleppen gesloten. Dan gewoon met de klep op. Voilà, en de klep heb je weer toe. Nu kun je zelf kiezen hoe je naar de radio wil luisteren. Voilà, dat was het.